de Strabrechtse Heide, Timco Plastics in Valkenswaard en een groot bedrijvencomplex in Best. Zomaar een greep uit de vele branden die met name de regio Zuidoost-Brabant al weken in zijn greep houdt. De Brabantse brandweermannen zijn inmiddels doodop. Dan zaten we even na te babbelen over alle inzetten die we gehad hebben. En dan, als je zo zit, dan merk je pas eigenlijk hoe moe je eigenlijk bent. Hoe vaak bent u nu uw bed uit geweest de laatste tijd? Ik kan het eigenlijk al niet meer bijhouden, maar toch wel zeker een keer of 10 de laatste paar weken s'nachts eruit geweest. Rob Zweren en Marcel van de Bomen hebben behalve hun taak bij de vrijwillige brandweer ook nog gewoon een baan. Overdag werken ze voor de gemeente. Ze doen daar ook wel iets wat te maken heeft met de brandweer. Zweren doet de administratie van de kazerne en Van de Bomen is verantwoordelijk voor het onderhoud van de wagens. En dat betekent dat elke nachtelijke uitstap voor hem ook nog een flink staartje krijgt. Dus als je uitgerukt bent geweest en de rest kan terug naar bed, dan kun jij die hele wagen nog na gaan kijken. Ja, bij een wat grotere inzet komt er dan nog bij kijken, ja. En voordat ik mijn bed kan gaan opzoeken, moeten we in ieder geval in hoofdlijnen de grootste punten gecontroleerd hebben, orde hebben gemaakt. Het voertuig diverse vloeistoffen controleren, zorgen dat de bepakking compleet en heel is. En dat de ademluchten, maskers en flessen gevuld zijn, gecontroleerd zijn. Heb je ooit zo'n heftige zomer meegemaakt wat grote branden betreft? Nee, dit is toch wel een bijzondere situatie. Het is te hopen dat er nu eindelijk een einde komt aan de grote serie branden. Want veel langer houden deze brandweermannen het niet meer vol.